Hé, kunnen we een ander filmpje voorgooien? Ik vind deze erg vreemd. En traag. Traag? Pap, dit is Moonrise Kingdom van Wes Anderson. Dat kun je herkennen aan zijn zeer karakteristieke cameravoering en gebruik van kleur. Je hebt de Grand Budapest Hotel en de Life Aquatic met Steve Zissou toch ook wel gezien. Daarnaast, denk je dat de jury van Cannes, het meest prestigieuze filmfestival ter wereld, waar de film in première is gegaan, het ook vreemd en traag vond? Wil je nog een popcorn? Je kind wordt filmkenner. Blijf je bij.